Binnenkort kom je naar het Sophia Kinderziekenhuis voor een operatie. We vertellen je in deze video wat je te wachten staat. Je plas komt vanuit je nieren via een buisje, de urineleider, in je blaas. Bij sommige kinderen is dit buisje te smal. Dit noemen we een UPJ-stenose. Hierdoor kan je last hebben van pijn, infecties of slechter werkende nieren. Dan is een operatie nodig. Voordat de operatie begint, krijg je een roesje waardoor je lekker gaat slapen. De dokter haalt het deel van het buisje dat te smal is weg. Als je weer wakker wordt, is je ouder erbij. Ook krijg je dan een lekker ijsje. Ben je jonger dan 3 jaar? Dan gebeurt dit met een open operatie. Er blijven 2 slangetjes achter. Na een aantal dagen kijkt de dokter of de plas goed doorloopt en worden de slangetjes verwijderd. Ben je ouder dan 3 jaar? Dan krijg je een kijkoperatie. Je krijgt een inwendig slangetje en blaaskatheter. De blaaskatheter heb je maar 1 dag. Als je goed hebt geplast, mag je naar huis. 4 weken na de operatie wordt het inwendige slangetje verwijderd terwijl jij kort slaapt. Hierna mag je weer sporten. 3 maanden na de operatie kom je terug naar de polykliniek en maakt de dokter opnieuw een echo van je nieren.